Ja, oké. Oké, het is vandaag woensdag 9 november, een hele belangrijke dag. Niet alleen omdat Trump de nieuwe president van Amerika is, maar omdat het de eerste dag is dat ik ga beginnen met vloggen. Oeh, de hele wereld zat daarop te wachten. Nee, ik heb proberen om elke week een nieuwe vlog te uploaden op zondag, waarin ik wat meer vertel over mijn leven en de dingen die ik doe. En proberen jullie een beetje te entertainen, informeren en hopelijk ook amuseren. Dus wat ga ik in mijn eerste vlog vertellen? Over 3 dagen vertrek ik met 3 hele goede vrienden naar Berlijn op citytrip. En daar gaan wij de stad verkennen, de cultuur opsnuiven en ook feesten, want Berlijn is een hele coole, grote techno-slash-feeststad. Dus daar ga ik een paar toffe beelden van proberen te maken en in deze eerste vlog steken, dat is een soort reisverslag. Dus als het jullie interesseert, blijf dan zeker kijken en vergeet niet te liken en ook te subscriben hieronder. Alvast veel plezier! Waar gaan we naartoe? Oh, we gaan naar Berlijn. Naar Berlijn? Berlijn. Berlijn, maar Berghain, bitches. En daar zijn de Berlijn bitches. Wacht, hè. Chill. Dus we zijn nu aan de gate voor in te checken en even voorstellen aan de reisgezellen. Dat is Gilles, dat is Caroline en hier is Thibaut. En we gaan naar Berlijn. Ja. Ja, Berlijn, hè. Ja. Berlijn, Berlijn. Berlijn. Niet zo leuk, zelfs. Ja. Op naar Berlijn. Ja, we zijn ondertussen aangekomen in Berlijn op zoek naar onze Airbnb. Dit is ons Airbnb appartement en Gilles is al enorm moe. Hij heeft al geen zin meer om weg te gaan. Er is 1 bedzetel en die is voor de mannen uiteraard en het 2-persoonsbed is voor de vrouwen. Hier achter ons, dat gebouw, daar ligt, of dat is beter gezegd, dat is Berghain. En daar hebben wij de hele nacht lang doorgefeest tot nu. Tegen een klein beetje tegenzin van de vrouwen zijn we toch nog even uitgeweest naar Berghain, uiteraard. Klopt. En deze morgen hadden we gehoopt dat ze ons gingen wakker maken, omdat we Duitsland of Berlijn wat gingen verkennen. En bleek dat ze alle 2 al vertrokken waren zonder ons. Dus nu zijn ze waarschijnlijk een beetje lastig en staan wij op hun te wachten hier op Alexanderplatz. Wiesbakkes. Dus, Wiesbakkes, sowieso. Dus ik ben benieuwd wat ze gaan zeggen. Dag vrienden. Hi. Er zijn mond er al bij. Ja, toch wel. Niks zelfs. Geen kater. Geen kater. We voelen ons super, nee, super goed. Niets. We hebben gewoon water gedronken. En er is 1 iemand die een klein beetje moe is. En de berg een klein beetje beu is. En dat is Gilles. Ça va, Gilles? Ja. Teufelsberg beklommen, de Duivelsberg. En van boven op de Teufelsberg, dit is een van de torens, staat een NSA of NSA spionnen uitvalsbasis van tijdens de Koude Oorlog. En het is eigenlijk gebouwd op een school, een militaire school van de nazi's, ontworpen door de architect van het Derde Rijk, Albert Speer. En omdat het zoals alles in het Duits zeer grondig gebouwd was, kregen ze het niet gebombardeerd of kregen ze het niet kapot. En hebben ze maar besloten om het puin van verschillende gebombardeerde huizen, ongeveer 400.000 huizen, hebben ze op de school neergestort. En daarop is dan vervolgens dit NSA Spy Station gebouwd.
heel, heel cool. Een heel verlaten pand, overal graffiti. Maar je voelt wel dat het een stuk geschiedenis is. Echt cool. En dit is dus het dak eigenlijk van dat NSA-spionagestation. Deze grote bollen hier, die er nog steeds staan. En het uitzicht is gewoon fantastisch. Je kunt heel Berlijn zien. Het was een lange klim. Koud, heel steil, maar het was het absoluut waard. Kijk naar dit uitzicht. De reis zit erop, we gaan terug naar huis. We zitten nu in de vlieghaven van Berlijn, Schönefeld, en wandelen naar de gate. Het was super fijn, alleen naar huis gaan is iets minder.